Goedemorgen, welkom bij het Beursjournaal van vrijdag 21 november. In Amerika zijn de aandelenmarkten naar het laagste niveau sinds 1997 gezakt. Vooral banken en energiefondsen waren de klos. De AEX zal in navolging van de Dow Jones circa 3% lager openen. Minister Wouter Bos van Financiën neemt vandaag een beslissing over de toekomst van ABN AMRO en Fortis. De Volkskrant meldde vanochtend echter op basis van ingewijden reeds dat de fusie, die naar schatting 7800 banen zou kosten, niet doorgaat. ABN AMRO en Fortis worden apart van elkaar verkocht aan de hoogste bieder. Nationale Nederlanden schikte vandaag in zaken de Woekerpolis-affaire. Moederconcern ING trok 365 miljoen euro uit voor de tegemoetkoming aan gedupeerde polishouders. Philips heeft het in India gevestigde Meditronics overgenomen. Met de overname van het medische bedrijf hoopt Philips zijn positie in India verder te versterken. Wall Street kende een zwarte dag. Tegenvallende macrocijfers vielen bovenop het nieuws dat het congres de autosector voorlopig niet te hulp gaat schieten. Citigroup trekt de bankensector steeds verder omlaag. De voormalige grootste bank van de wereld verloor nog eens 26% van zijn beurswaarde, omdat beleggers zich zorgen maken over de financiële positie. De Dow Jones verloor 5,56% op 7552 punten. Aziatische beleggers konden na een rode handelsweek eindelijk weer eens juichen. De Nikkei-index won 2,7% op 7910 punten en kwam daarmee terug van een vijfjarig dieptepunt. Het positieve sentiment is volgens analisten echter eerder op hoop dan op realisme gebaseerd. Tot zover voor vandaag. Een hele goede dag nog en alvast een goed weekend. Oh no.